In het Marriott Courtyard Hotel is op 16 augustus de driedaagse Capacity Building Workshop voor healthcare providers gestart. Sinds de aanvaarding van deelname aan de HEARTS in Amerika heeft het ministerie van Volksgezondheid met de steun van de PAHO, WHO het initiatief geleid en verschillende activiteiten uitgevoerd. Het HEARTS-initiatief is gericht op kwaliteitsverbetering en versterking van het bestaande gezondheidssysteem. Het doel van de nationale workshop is om het HEARTS-initiatief te promoten als een nationale aanpak om hart- en vaatziekten aan te pakken. Ja, we hebben vandaag een start gehad van de workshop HEARTS-initiatief. Eigenlijk de launch. Met een workshop waarbij we 3 dagen gaat het ministerie in overleg met de zorgsector, met de eerste lijns sector. In de gezondheidszorg is de eerste lijns zorg, dat is de, zoals we kennen, de huisartsenzorg. Om in ieder geval een strategie te bespreken. Het heet het HEARTS-initiatief. In Suriname hebben wij samen met de PAHO en de ID.